Een goedemorgen. Moetje. Het beeld is een beetje donker hier. Nou, oké, we gaan het. Ja, zo is beter. Een goedemorgen van het Sweetie Suriname. Ik wacht even op wat mensen. Goedemorgen, goedemorgen. Ik wacht nog wat meer mensen. Oké. Het volgende. Ik doe het nu gelijk, voordat het anders misschien iemand het gezien heeft en dingen dan gaat vertellen. Dus ik denk, ik moet het zelf doen. Oké. Ik heb u weet dat ik het gezin heb geholpen. Die doen op straat sliep. Ik heb toen gezegd, eerste thing is first, je gaat zorgen voor een stukje veiligheid, rust. En dan doe je aan achtergrondinformatie. Om te kijken wie zijn de mensen, waar komen ze vandaan, wat is hun probleem. Heb ik een paar keer aangegeven. Klopt dat? Hebben jullie dat ook meegekregen? Dan wil ik wel even zeker weten dat jullie het ook hebben meegekregen. Ik heb toen gezegd, je gaat eerst zorgen voor rust en veiligheid. En dan ga je achtergrondinformatie inwinnen. Kan iemand dat herinneren dat ik dat gezegd heb? Ik wil graag uw bevestiging horen. Ik wacht op uw bevestiging in deze. Ik wil weten, hebben jullie dat ook gehoord dat ik dat gezegd heb? Goedemorgen Daniela, Kiki. Kun je me vertellen, heb ik dat gezegd? En dan ga ik verder met mijn verhaal. Wie heeft het gehoord dat ik dat gezegd heb? Niemand reageert. Ik heb gezegd, je doet eerst instantie zorgen voor rust en de veiligheid. Je haalt ze vanuit de situatie vandaan, dat dit je, oké. En dan ga je achtergrondinformatie innemen. Oké. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hè? Ik ben toen door een paar mensen benaderd met wat informatie. Ik ben verder gaan werken met die informatie. Wat is waar, wat is niet waar. En meneer wordt verdacht van bepaalde zaken. En en meneer is dus net aangehouden door de politie, meegenomen. Het was eventjes heel erg dramatisch. Maar goed. Dat wil ik even zeggen. Meneer is dus aangehouden, zodat er nader kan worden bekeken. Politie in Nikeri. Hij is verdachte. Er is geen enkele zekerheid, er is niks, maar dusdanig nodig om hem mee te nemen voor nader onderzoek. Het is net gebeurd. Ik heb voor het eerst het live meegemaakt. De manier hoe het gegaan is, was voor mij ook eventjes heftig. Maar ik denk omdat er meerdere mensen in de buurt wonen hier en voor de dingen een of andere verhalen gaan doen, laat mij dit zelf vertellen. Ik heb steeds gezegd, informatie inwinnen, belangrijk van wie is wat. Moeder hier ook, want ik heb moeder en een kind zijn nu natuurlijk in alle staten overstuur. Maar dat is de situatie nu. Verder informatie kan ik niet geven. Ik heb informatie wel, maar dat ga ik niet geven. Maar dan weet u dat. Dus de vader is aangehouden. Omdat er verdenkingen zijn over een x-aantal zaken die ik ook hier niet ga benoemen. En dat moet onderzocht worden. Dus nu is natuurlijk moeder is niet makkelijk. Ik moet ook even bijkomen, moet ik zeggen. Heel eerlijk, maar ik denk, ik doe dit gelijk voordat ik er allerlei verhalen, misschien dat mensen het gezien hebben, mij hebben zien roepen. Het was dan even een drama. Maar dan weet u dat. Moeder en dochter, dat weet u, dat is de eerste aanleiding. Heb ik ook iedere keer gezegd, gaat bij mij om het minderjarig kind en de zwangere vrouw.
daar gaan we nog steeds voor zorgen. Er moet nu natuurlijk veel meer gedaan worden. Als het goed is, wordt hij gebracht, wordt hij opgehaald, wordt hij gebracht naar politiepost. Keri, u hoort die kleine ook, ik weet niet of je dat hoort, huilen. Die heeft het ook allemaal gezien. Ja, de manier zoals hij is, hoe het gegaan is, het was ook schokkend even om te zien. Ik heb het naar mijn beste weten op een bepaalde manier afgehandeld. Ik wil daar niet in details over treden, gelooft u mij. Dus dat, als u een beetje mij kent, dat ik het heb geprobeerd zo discreet mogelijk te doen. Maar dan weet u dat. Dus moeder en kind laten we natuurlijk niet in de steek. Ze is natuurlijk nu helemaal... Ik heb wel van tevoren gezegd, ook aan beide, toen ik ze hielp. Ik wil wel weten, zijn er zaken die ik moet weten? Ik heb het zo letterlijk gezegd. Betekent niet boom, maar mi no low. Want iedereen het ook weten. Gloria Botso boom, maar Gloria Botso no low. Betekent het, wees eerlijk. Want niet snel voor je heb je, maar niet snel ook te verloos je. Ik merk dat je leeg. Mi actie. Tegen me nee. Ja, zo zie je maar. Dus waarom heb ik altijd gezegd? Dus ik hoop dat mensen het ook hebben onthouden. Je zorgt eerst voor die rust en die veiligheid. En dan ga je verder zorgen voor achtergrondinformatie. Dat hebben we dus nu. Heb ik toen gehad. En met het gevolg dat het nu zo aan de hand is. Maar om te liegen, je kunt liever eerlijk zijn. Aan zaken gaan dan nu buiten komen. En ik heb nog gezegd. Ik heb gezegd. Brada no li tegen mij. Brada no li. On a put me that illusion. Ik heb net weer aan die mevrouw gezegd. Waarom is hij aangehouden? Hij heeft niets gedaan, moeder. Ik zeg, dan waarom hebben ze mij niet meegenomen? Ze hebben ook mij niet in de boeien geslagen. Dus mensen zijn niet eerlijk. Dat is all in the game. People, I know. En je schaamt je soms voor dingen. We hebben allemaal in ons dingen in ons leven gedaan waar we misschien ons voor schamen. Maar je kunt beter kring zijn, waardoor het ook makkelijker is voor mij om te helpen. En I put myself out there. Ik heb gezegd net ook aan de moeder van aan de jonge dame. Ik heb me gezegd, ik wil jullie helpen. En nu je met me vis van hem. Want zijn nipsa, zijn uno tegen me. Dus Cora, de vader is net aangehouden door de politie. Omdat hij verdacht wordt van een x-aantal strafbare feiten. En ik heb het zaterdag gevraagd, ik heb het zondag gevraagd, ik heb het maandag gevraagd. Vandaag is donderdag, ik was dinsdag samen met Amanda van Key News. Hebben we gevraagd, heb ik hem gevraagd in haar bijzijn. Brada, wees eerlijk, zijn er dingen die ik moet weten? Nee moeder. Ja, dan ben je normaal, je hebt je morgen. Dan ben je normaal, je hebt nu. Amanda! Ja. Ik roep even Amanda erbij dan. Oh, dat is voor ons allemaal even schokkend. Het is was wel heftig aan toegegaan. Maar zoals ik al zei, ik heb hem de gelegenheid gegeven. De man van Amanda heeft gepraat met hem. Van broer, is er iets aan de vrouw Botsen? Ik pot in ding, ik pot in alles aan die voor je heb. Het zal niet de voetakkie, Amanda zegt nee. Ik heb ook gevraagd, ben je aanraking, kom met de politie? Nee. Is dat iets dat ik doe? Nee. Ja. Laat me inderdaad nu. Maar, Amanda! Okay. Ja, er zijn beelden en zo allemaal. Ik zal daarom even afwachten. Kom. Ik vertelde dus net aan de mensen dat ik hem met jou samen heb gevraagd. Of er zaken zijn die hij moet vertellen aan mij. En hij heeft steeds gezegd nee. We hebben hem de gelegenheid gegeven. Klopt, we hebben hem toen we daar met jou waren even gesproken. Want natuurlijk, als je een telefoontje binnenkreeg met informatie, dan... Ik heb niet gezegd. Ik heb niet gezegd, ze verdachten. Ja. En ze mensen heeft, weet je, ik heb verder niet geen informatie gegeven, die informatie hou ik voor mezelf. Ja. Maar we hebben wel gevraagd aan hem. We hebben wel gevraagd als zaken kloppen. Die, ja. Van de informatie die we hebben binnengekregen.
Ja. Er is continu onkend. Ja, dus, maar goed, we zitten dus nu met een jonge vrouw die helemaal overstuur is in een kindje. Mm-hmm. Maar ik denk, ik moet het even zelfs vertellen, dat mensen niet gaan horen, want het is natuurlijk hier op straat gebeurd. Dat is een hele djugu-djugu, dat is een hele geschreeuw. Dus ik denk, je weet nooit wat mensen gaan vertellen. Misschien heb je met een foto gemaakt, I don't know. Dus dan weet je dat. En ja, als je niet eerlijk bent, dan kun je zulke dingen krijgen. Als je mensen helpt, kun je dat ook krijgen. Ook dat is zo. En in elk geval, moeder en dochter laten we niet in de steek. We gaan kijken hoe ver, maar er is wel veel meer hulp nodig. Ik heb de instanties ook al... Van jouw kant heb je jouw verantwoordelijkheid gedaan. Je hebt gedaan wat je kon. Ja. We hebben uit en terug ook over gesproken. Ja. Hoe wat waar. Ja. En wat de beste methode is, ook adviezen opgevraagd. Ja. En uiteindelijk... Ik heb het nog niet verteld hoe ik... Nee, maar je hebt adviezen gevraagd. In elk geval hoe je zou moeten handelen. Dit is dus aan het licht gekomen. Maar de zorg is dus nu naar moeder en kind. Zeker. En waarom ik nu even dit kom vertellen, zodat jullie het weten. Dat het niet in één keer zo... Hey, Zani, dat doe je verhaal. Ik kom, die is naar verhaal. En uiteraard ga ik natuurlijk niet alle details prijsgeven. De meneer is nog verdachte. Er moet nog een zaak komen. Een onderzoek komen. Dus daarom zeg ik vooral een verdachte en hij is meegenomen. Hij wordt vervoerd naar Nikeri en de zaak wordt daar verder uitgezocht. Maar dan weet u dat. Dat is wat ik wilde vertellen. En ik heb met haar en haar man toen overlegd toen. En we hebben het op een bepaalde manier aangepakt. Thank you. Oké, mensen, dan weten jullie dat. Later.